je wint met 5-2 van de Vivel. Dan zal iedereen zeggen van, goh, dat is een uitslag. Eerste helft, leek het daar aanvankelijk niet op? Nee, wij starten moeizaam. Ik vond dat we wel een overwicht hadden, maar we creëren heel weinig. Te snel de diepe bal. Ook te snel niet rondspelen en de ballen over de grond spelen, maar meer veel te veel door de lucht. En zij hem links achterin, ja, dan koppen ze alles weg. Dat was ook eigenlijk wel gemakkelijk voor hem, want jullie wilden eigenlijk te snel, te diep spelen, vond ik, eerste helft. Ja, dat klopt ook. Wij wilden te snel, we waren misschien wel te gretig om die 1-0 te maken. En we hadden net niet de rust om dan de simpel uit te spelen. En in de rust heb je nog gezegd, van we hadden veel meer, die breedte was er niet. De linksbuiten liep steeds naar binnen, dus je liep het gat dicht. Ik zei, als je daar nou bijvoorbeeld de middenvelder in gaat lopen en je komt zelf naar binnen, dan kun je daar nou weer verder voetballen. Maar die liep te snel naar binnen, ja, daar was er geen ruimte. Die liep eigenlijk heel veel gaten dicht. En de enige kant waar we dan wel over kwamen was over de rechterkant. Daar kreeg ik nog wel ruimte. Maar goed, dan was het net weer niet goed. En kwam je net weer op het goede moment voor. Of we stonden niet. Dus in het begin hadden we echt wel lastig. Ja, en zo lastig zelfs dat eigenlijk de Vivel aanvankelijk de beste kans kreeg. Ja, dat klopt. Die kregen uit een beetje een situatie van wij druk en zij de lange bal. En dan krijgen zij de kans als eerste. Maar goed, gelukkig ging die er niet in. En dan blijf je dus op 0-0 staan. En daarom moet ik zeggen van toen kregen we wat meer greep. Vooral via de rechterkant. En die goal die Roy dan maakte was echt een uit het boekje. Van één eerste paal, één tweede paal. En dan is Roy degene die hem binnentikt. En dat was een beetje de bevrijding. En voor hun een beetje de domper, denk ik. En dan loop je dus uit naar 2-0 en 3-0. Nou, toen had het ook gemakkelijk 4 of 5-0 nog kunnen worden voor de rust, denk ik. Ja, we hadden dat nog verder door moeten zetten. Maar goed, als je met 3-0 rustig gaat, dan kun je zeggen, oké, dat zijn we in de rust ook. Als je die vierde maakt, dan zijn ze weg. Maar ja, dat duurde wel lang. En uiteindelijk maken we die vierde wel, maar toen werden we slordig. Ja, sterker nog, Jan, als je kijkt naar de tweede helft, begin tweede helft, laat ik het zo zeggen, die eerste 10 minuten. Toen dacht ik bij mezelf van, de Vivel is toch van plan om serieuze zaken te doen. Ja. Nou, zij gingen achterin met drie achterin spelen en vier op middenveld. En dan heb ik in eerste instantie mijn linksbuiten iets teruggetrokken. Maar dan duurt toch maar één achter erin en Julian weer terug op middenveld. Zodat we vier man op middenveld kregen. En toen hadden we de greep wel weer een beetje. En dan maak je die vierde ook. Alleen daarna werden we gewoon slordig. En we zaten nonchalant. Als je die twee goals ziet, staan twee mensen, drie mensen volledig vrij. Bij de achterlijn kan die bal makkelijk voorgezet worden. Ja, dat was niet scherp. Nee, en dan ontsnap je zelfs toch twee keer aan een goal. Dat ik denk van, nou, als die er ook nog in gaat. Ja, op een gegeven moment gingen zij natuurlijk, dat deden ze sowieso wel, die lange ballen spelen. En ze hebben wel wat lengte voor in. En wij stonden daarin niet goed opgesteld. En die ballen vielen er net achter. We waren ook, vond ik, vooral links achterin en rechts achterin, iets te aanvallend op dat moment. Dan moet je meer de controle hebben en dan laat ze maar komen en daaruit weer gaan voetballen. Maar we waren alleen maar voor mijn vizier. En de eerste helft heb ik dat nog wel steeds van. Toen schoof Jeroen steeds in of Julian. Dus heb ik die backs naar binnen geroepen, want die gingen ook mee. Ik zei, dat kan niet. Dus je moet wel zorgen dat je drie man achterin houdt. En tweede helft, dat hebben we wel eens vaker hoor. Dan denk ik alleen maar aan aanvallen. En dan vallen die ballen erachter. Ja, en dan wordt het lastig. Ja, uiteindelijk maak je dan nog de 5-2 aan de strafschop. Je kunt ervoor zeggen wat je wil. Scheidsrechter valt niks op aan te merken, denk ik. Dan ga je lekker de winterstop in, denk ik. Ja, hier zijn we heel, heel blij mee. Hebben we ook van tevoren afgesproken hoor. Van jongens, we moeten deze winnen. En dan stijg je misschien naar plek 5 of zo, wel 4. Nee, 5 of 6 denk ik. En dan ga je de ruimte naar beneden toe, ga je wat groter maken. En dan ga je rustiger de winterstorm in. En dan kijken we na de winter alweer. Een kwartier lang denk ik in de eerste helft van, de Vivel die weet verwanten. Dat komt wel goed vanmiddag. Daarna was het ineens heel snel gebeurd. Na een kwartier zei hij, maar ik dacht 20, 25 minuten denk ik in de eerste. Ja, vooruit, die geef je nog 10 minuten. Ja, prima, prima. Nee, we gaven het 27e minuut, toen kwam die 1-0 achter. En tot die 27e minuut uitstekend gevoetbald. En, je werd vooruit gewoon heel agressief druk gezet. Dat viel mij ook op. Ik denk van, die willen serieuze zaken doen. Eigenlijk, als we even terugpakken, dan krijg je ook nog de beste kans in de wedstrijd op dat moment. Maar na die 1-0, zoals ik al zei, dat was heel snel gebeurd, hè?
Ja, dat klopt. Want wij kregen die kans van Kjell Spraakman bijna op de lijn. Nou ja, als hij die doelpunt maakt, dan knakt er natuurlijk ook wat bij de Heraklinen. En, ja. Nou ja, we waren van tevoren ook gezegd, we moeten gewoon proberen punten te pakken. We moeten compact staan. En dat is de enige manier om echt punten te vakken, terugzakken. Een beetje alles compact. Nou, en dat pakte eigenlijk heel goed uit. Ja, en dan kwam je dan met 1-0 achter. En ja, binnen een kwartier dan was 2 en 3-0 achter. En nou ja, er waren wel die eerste goal van de Heraklinen. Een hele goede uitgespeelde kans. Via de zijkant, voorzet. Ja, was er eentje uit het boekje? Was uit het boekje. En ja, daar kan je eigenlijk niet zoveel aan doen. En zeggen wie zijn fout dat is. Maar dat was gewoon heel goed uitgespeeld. Ja, dan wordt het inderdaad 2-0. Dat wordt 3-0. En ik ben mezelf van nou, bijna 4-0, bijna 5-0. Had gekund, hè? Dat had zeker gekund, maar nou ja, we gingen in de rust en zijn wat harde woorden gevallen natuurlijk. En ik ging achterin 1-op-1 gespeeld, extra man op het middenveld, gewoon met 3 spitsen spelen. Nou ja, zeg maar, laat het nou nu maar even zien. En dat ging vrij goed. Bedoel, we kwamen echt wel weer in het spel. Tot wij een strafschop, maar zo volgens mijn mening, gewoon een strafschop tegenkregen. En onze keeper Sander, ik weet niet wat, ik heb nog niet met de scheidsrechter gepraat, maar ik weet niet wat hij nou verkeerd heeft gedaan. Dus ja, die pech hebben wij natuurlijk weer. Ja, en dan wordt het 4-0. Ja. Ja, maar dan nog, Guus, denk ik bij mezelf van, dan wordt het 4-0. Je komt terug tot 4-1. 4-2 zit eraan te komen. Ik denk bij mezelf van, nou, dan kwam er nog een paar kansen. Ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Nou, wat dat betreft kan ik wel op basis van de tweede helft jongens echt een compliment en geven. Ze hebben er echt goed voor gevochten. Nou ja, je moet een beetje geluk hebben dat je dan die strafschop had niet moeten komen. Dan had je heel dicht bij de Heraklide kunnen komen. Dus ja. Wat dat betreft, ik vond dat de scheidsrechter toch wel een beetje meer tegen ons was. Je ziet de gele kaarten, een aantal en bij 3 of 4. En zei helemaal 0. Dus dat vond ik een beetje het zwakste moment. Ja. Nou ja. Goed, dan kun je zeggen, oké, je verliest met 5-2 uiteindelijk. Is dan ook weer toch weer het euvel dat je denkt van, ik heb hier te weinig kwaliteit in de ploeg. Want als ik dat vanmiddag zie, denk ik bij mezelf, jullie missen te veel spelers om echt tegengas te kunnen bieden. Ja, precies. We misten natuurlijk Emiel Bos, een van de beste, mijn aanvoerder. Ja, die had andere prioriteiten. Ivar, die normaal ook in de basis staat, die was ook met vakantie. Ja, dan mis je dan wel echt twee jongens, echt twee basisspelers. En wel heel goede jongens, maar ja. Het zat er ook nog eentje vast in de stad, begreep ik. Die kon hier ook niet heen komen, terwijl hij al wel op het formulier stond. Ja, dat is Ruben Westerberg, maar die zit met FC Groningen iedere keer. En ja, als die smiddags wel moeten trainen, en daar is hij echt afhankelijk van. En ja, die op het laatste moment ook nog afgezegd, is ook normaal, dat klopt, ook een basisspeler. Maar ja, het zij zo. Dus roeien met de riemen die we hebben. Nou, die jongens die er allemaal, we waren gelukkig blij dat de tweede niet hoefde te voetballen. Dus nou, Jacob Haviga heb ik dan in de spits. Nou, een uitstekende voetballer. Die hoort eigenlijk gewoon bij ons in het eerste helftal. Mooi aanspeelpunt. Hij scoorde nog 1 keer. Dus, maar ja, het is niet zo. En nou, ik vind het heel jammer. Eén positief ding natuurlijk, dat Scheemde ook verloren heeft. Dus daar zullen we het mee moeten uitvechten. En ja, na de winterstop zien we dat gewoon wel weer. Ja, maar dat is een beetje jullie seizoen, denk ik. Tot dusver. Je moet eerder achterom kijken dan dat je naar boven kunt kijken. Ja, zeker. Dat is echt zo. Dus nou ja, we moeten met proberen de na-competitie te halen. En ik bedoel, dat zijn toch weer wedstrijden op zich. Ja, en, dan, en ik denk, als dan iedereen er is, en dan kunnen we nou ook wel vlammen. Dan zijn er gewoon mogelijkheden. Maar als je laatste blijft, ja, dan ga je er rechtstreeks uit. Heb je ook geen kansen meer. Dus ik ga gewoon naar de winterstop. Moeten we gewoon volle bak hebben. Ik hoop dan dat het helemaal compleet zijn. En dan nou, afwachten hoe het afloopt.